Dat was dus een overval in het Zeeuwse Aksel. Maar ook in Sint-Jansteen, daar vlakbij, werd eind vorig jaar een overval gepleegd. Op de bewakingsbeelden daar ziet de politie dezelfde zwart-rode Adidasbroek bij een van de daders. Ongeveer 10 kilometer ten oosten van Aksel ligt Sint-Jansteen. Het dorp met ruim 3000 inwoners heeft een bakker, een kerk en een Spar supermarkt. Vrijdag 23 december 2011 is er om iets over 6:30 in de avond nog een aantal klanten in de winkel die snel nog even boodschappen doen voordat de supermarkt om 7:00 sluit. Maar dan wordt de rust in de dorpssupermarkt brusk verstoord door de komst van 3 gewelddadige mannen. 2 lopen zwaaiend met een vuurwapen direct naar de klanten. Een van de mannen is hierbij duidelijk in zijn gezicht te zien. De eigenaresse van de winkel schrikt. Ze wenkt de net zo geschrokken klanten en vlucht met hen de laadruimte in. Daar belt ze snel 112. Terwijl de derde dader bij de deur blijft staan wachten, lopen de andere 2 verder de winkel in. De eigenaar van de winkel loopt daar direct in hun armen en wordt gedwongen mee naar het kantoor te gaan. In totaal zijn de mannen een kleine 2 minuten binnen als ze eindelijk dat hebben waarvoor ze zijn gekomen, geld. Met een flink bedrag in hun tas gaan ze er rennend vandoor. De mannen vluchten in een zwarte Seat Leon. Vanaf de hoofdweg slaan ze direct rechtsaf de Geslechtendijk op. Ze rijden snel en halen een aantal auto's in door zelfs via de verkeerde kant langs een vluchtheuvel te scheuren. Helemaal aan het eind van de Geslechtendijk gaan ze linksaf de verrekijker in. Uiteindelijk rijden ze door rood de N290 richting Kapellebrug op. En Kapellebrug is het laatste dorp voor de grens met België. Meneer Don, hartelijk welkom. Denkt u dat die daders uit België komen? Nee, eigenlijk niet. De mannen spraken Nederlands met een accent, maar geen Vlaams accent. En ze reden ook in een auto met een Nederlands kenteken. Dus wij vermoeden dat die mannen richting België zijn gereden om te vluchten. Mm-hmm. Om uiteindelijk weer naar Nederland te gaan. Bijvoorbeeld via Roosendaal of Bergen-op-Zoom. Ja, die mannen reden in een zwarte Seat Leon, vermoedelijk van het type Cupra. Gelukkig is er een deel van het kenteken door getuigen gezien. Ja, wij weten dat het kenteken begint met 64XV. En hierdoor weten we dat de auto vermoedelijk van 2007 is. Helaas heeft niemand de laatste 2 letters van het kenteken gezien. Nou, hopelijk kan iemand vanavond iets meer vertellen over die laatste 2 letters. Die zwarte Seat Leon viel natuurlijk erg op tijdens de vlucht van die daders. Vooral bij de splitsing met de verrekijker, waar de Seat nog aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel een aantal auto's inhaalde en vervolgens door het rode licht de bocht omging richting België. Is u die auto toen opgevallen? Bel dan nu de tiplijn. We hebben een kaartje met in geel de route die de mannen gereden hebben, die 23 december, zo rond 6:50 in de avond. Best een opvallende route. Ja, eigenlijk is al gelijk duidelijk dat er een snellere route is naar Kapellebrug. En daarom denken we ook dat de daders niet bekend zijn in de omgeving. En dan nog iets opvallends. Bij die eerste dader die in de supermarkt binnenkomt, valt direct de zwart-rode Adidasbroek op. Diezelfde broek die ook in Aksel te zien was bij die overval op het casino. Zijn het dezelfde daders? Nou, daar houden we wel rekening mee. Er zijn meerdere sporen die dat aangeven. En in ieder geval is de man met de Adidasbroek niet vermomd bij de overval in Sint-Jansteen. En dus duidelijk herkenbaar. Hij is ongeveer 1,65, 1,70 en hij droeg die 23 december naast die zwart-rode Adidasbroek een beige mutsje met een kruislinkse naad. Een zwarte tot donkergrijze jas met capuchon en borstzakken en witte handschoenen. Hij had een vuurwapen bij zich en een donkere rugtas om wat geld in te doen. Dan dader 2. Hij is ook ongeveer 1,65 tot 1,70 lang, wel iets forser. Hij draagt een donkerblauw jek met een embleem op de linker ondermouw. Een zwarte broek met daaronder, net als dader 1, zwarte schoenen met witte zolen.
De derde man bleef de hele tijd bij de deur van de supermarkt staan om hem open te houden. Ja, ook deze man is niet echt goed van het gezicht te zien. Hij is langer dan de andere twee daders en draagt onder andere een gewatteerd zwart jack. Wie herkent deze mannen? Mogelijk in combinatie met een zwarte Seat Leon met een kenteken dat begint met 64XV. En het feit dat ze zo vlak voor kerst mogelijk meer geld te besteden hadden. Bij die dorpssupermarkt in Sint-Jansteen zijn een dag eerder twee mannen gezien en die vielen op. Ja, inderdaad. En dat zijn deze twee mannen, onherkenbaar gemaakt. Op donderdag 22 december, omstreeks 3:30 middags, kwamen zij de supermarkt binnen. Ze vielen op omdat ze nooit eerder in de supermarkt waren gezien. En wij hopen dat iemand weet wie deze mannen zijn. Of, als u zichzelf herkent, meld u dan. Deze mannen zijn waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de overval op de Playland in Axel op 10 oktober vorig jaar. Daar werden ze met z'n vieren gefilmd. Heeft u informatie? Bel dan snel. U mag ook contact opnemen met de criminele inlichtingeenheid. En onze Belgische kijkers die kunnen ook reageren. Bel dan 0031 79 345 9876.